Ik ben Annick de Jager. Mijn doelstelling is mensen helpen met haar- en hoofdhuidproblemen en alles wat er rond hoort. Ik vind het heel belangrijk dat de mensen binnenkomen in een zeer huiselijke sfeer. En de klanten noem ik altijd zoiets met een voornaam. Maar dan zegt mevrouw, dat is een, de afstand is te groot. Als de mensen op hun gemak zijn, dan gaat het beter om een keuze te maken. Na de zomer toe vind ik dat beter. Als ik voel dat de mensen er niet klaar voor zijn, dan gaan ze ook zonder haarwerk of pruik naar buiten. Maar ik ga niet verkopen voor te verkopen, want daarvoor is die materie veel te gevoelig. Het is eigenlijk de dag wel. Ik had er wel enorm veel schrik van als ik hier toe kwam. Maar doordat ze mij zodanig verwelkomde en zei van, u bent de zoveelste, ik doe dat godsganse dagen, had ik zoiets van, ja, hier is het. Zeker niet het winkelgevoel en dat vond ik heel belangrijk. Dus ieder haarwerk die hier aangepast wordt of gekozen wordt, past niet bij de klant. Dat moet gepersonaliseerd worden op de persoon zelf. Dus ieder haarwerk wordt bijgeknipt. Een goed haarwerk, een mooi haarwerk, is niet van echt te onderscheiden. Ik vind het heel mooi. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat je eigenlijk als mens niet verandert. En dat geeft ook wel een stimulans in het zin van het aanvaarden. Dus dat we eigenlijk wel een andere mens geworden zijn en ook dat we dat moeten doorstaan. Maar zij gaan zorgen dat je terug kunt keren naar je eigen persoon. Onderhoud kan perfect bij ons gedaan worden. Dus komen bij ons, het onderhoud wordt gedaan, er wordt samen gezellig een tasje koffie gedronken. Maar er worden ook genoeg tips gegeven. Als de mensen willen, kunnen ze ook een onderhoud thuis doen. Ons sterkste punt is ook als de mensen niet tot bij ons kunnen komen, dan zoeken wij de mensen op bij hen thuis of in het ziekenhuis. Een lieve, spontane, rechtuit. Je voelt er op je gemak bij. Echt. Ik weet niet wanneer ze twee rondlopen, gelijk aan ik. Dat weet ik niet. Mensen zijn bij de kapper geweest, hè? Schoon kort kopje, hè? En ja, mijn zelfvertrouwen is terug, ja. Mediceuticals, dat is een hamma die hoofdhuid en haar verzorgt. Dat hebben wij nodig, dus na een chemokuur, het nieuwe haar, dat we die optimaal kunnen terugstimuleren tot een mooie haar. Dat is een kruidige crème. Mensen die komen voor een gelaatsverzorging, dan begin ik te masseren aan de voeten om die mensen 100% relaxed te krijgen, echt terug naar de grond brengen. En als ze relaxed zijn, de voeten mooi inpakken, mooi opwarmen en dan ga ik naar het gezicht toe en dan beginnen we met de gezichtsverzorging. Meestal duurt dat 1,5 uur. We geven een goede massage en zeker een goede lymfedrainage. Wat maakt mij verschillend van anderen? Omdat ik een totaalpakket geef. Hier kun je een all-in krijgen, zeg ik dan. Dat je terug een vlinderklant bent en kan uitvliegen. Haar is voor een vrouw heel belangrijk. Dat is ons etiket. Draai het of keert, ik zeg altijd, je mag nog zo lelijk gekleed lopen, maar je komt van de kapper en als vrouw ben je madame. Indien je me ooit iets nodig hebt, ben je van harte welkom, maar maak graag een afspraak.